Op zaterdag 18 september vond wereldwijd de World Cleanup Day plaats. Wereldwijd gingen vrijwilligers de straat op om achtergelaten afval op te ruimen. Ook in Oosterwijk. Oosterwijkse vrijwilligers verzamelden bij Tiliander. Hier werden zij ontvangen met een kop koffie en een worstenbroodje. Aansluitend gingen de vrijwilligers de straat op om achtergelaten afval op te gaan ruimen. Welkom iedereen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn vandaag op de World Cleanup Day. We zijn met een best aardig groepje, dus we hebben het even in tweeën gesplitst. Dus zo meteen komt ook een groepje langs. De World Cleanup Day, daar gaan we, dat zegt eigenlijk al in de naam, we gaan met de hele wereld aan de slag om de omgeving wat schoner te maken. 180 landen doen ermee. Ik hoorde het vanochtend ook al op het nieuws dat er in Nederland veel plaatsen meedoen, dus dat is alleen maar mooi. Wij vinden het heel fijn dat jullie er ook allemaal zijn. En natuurlijk onze vaste club met vrijwilligers, maar ook een aantal nieuwe die vandaag voor het eerst meedoen. Dus dat is heel leuk. In ieder geval allereerst al bedankt voor dat jullie vandaag meedoen. Maar jullie ook bedankt voor het hele jaar dat jullie je inzetten als sappen. Daar is de gemeente heel blij mee. Vandaag is het eigenlijk belangrijk om de boodschap over te brengen. En mensen bewust te maken van wat we eigenlijk als sappers doen hier in de gemeente. En dat staat eigenlijk centraal vandaag en we hebben het weer lekker mee. Geniet lekker van je koffie, thee en krijg daar nog wat lekkere wijn en dan kunnen we lekker aan de slag. Rond een uur of één worden die zakken opgehaald. Als voor de tijd hier wat zakken liggen, dan is het goed en dan zijn we weer klaar voor vandaag. Heel veel plezier en geniet ervan. Dankjewel. Ik kan zeggen dat ik ze kan maken.